Hallo iedereen. Ik vind het eigenlijk leuker om te staan, want dan ben ik flexibeler. Vrolijke maandag, iedereen is aan het binnenkomen. Hopelijk had iedereen een fijn weekend. We hebben een paar mensen, ik zal even zien. En met hen zullen we het octrooi bespreken voor de lectine. Dus ik zal even wat informatie geven. Hallo Christina. Ik weet dat enkele net zijn binnengekomen. En we hadden een modeshow vorige week. Dat was een groot succes. We zijn nog altijd aan het tellen hoeveel geld we hebben opgebracht. Maar we hebben veel impact gehad. Dus hopelijk heeft u dat ook gezien en maakt u daar gebruik van. Wij hebben een sterke missie. We hebben niet alleen ISNS, de RAM Foundation, de ROOT Brands, Mercy Dupree. Op de voorgrond van het onderwerp. We hebben goed geleerd. We hebben net een vergadering gehad en we hebben geleerd dat we eigenlijk meer nadruk moeten leggen op DRC Ventures, dus bijvoorbeeld Bill & Co. Dus kijk zeker op onze sociale mediapagina's. We zullen meer inhoud plaatsen. We hebben ook een podcast. En we hebben ook staaltjes gegeven van Zero In. En dat was heel leuk. En dat was in de modeshow. En het was echt heel succesvol. Dus vandaag is het de vergadering voor de ambassadeurs. Vrolijke maandag. Er waren een paar mensen van vorige week. Kunt u uw hand opsteken als u hier bent, die onderzoek uitvoert over octrooien? Ik zie u, Claire. Ik heb een video van Dr. Fadwa. Ze is er niet vandaag, maar ze heeft iets. Misschien kan ik het tonen. Ik zal dit pauzeren. Hallo, Christy. Hey, Sarah. Bedankt dat u uw hand heeft opgestoken en mijn leven gemakkelijker maakt. Aha, hier is iedereen. Hallo Anne, hoe gaat het? Dus dan kunnen we unieke manieren zien over goede methoden om de octrooien te delen en te benadrukken over de producten. Bijvoorbeeld het octrooi voor lectine. Of voor het substraat. Of de doordringbaarheid. Deze octrooien komen overeen met de meeste formules van Dr. Rahm. Waarom doen we deze vergaderingen? Wij bereiden u namelijk voor en wij geven u meer wapens, zeg maar. Om uzelf te helpen, om over de producten te praten op een andere manier. Op de website bijvoorbeeld ziet u een link en daar komt u dan terecht bij de octrooien. En Dylan, u moet mij corrigeren. Ik denk dat het PTO was, waar het octrooi zelf werd goedgekeurd of waar het nog moet worden goedgekeurd. We hebben vorige week hier veel over gepraat. Nee, 2 weken geleden. Veel van deze octrooien en informatie werden al jaren geleden aangevraagd. Dus het kost veel tijd. En het is wel grappig wanneer we een goedkeuring krijgen Dan zegt dokter Rahm, oh wauw, wij hebben een goedkeuring, dat heb ik nooit verwacht. Dus er zijn nog meer die zitten aan te komen. En dat zal ik ook aankondigen aan de gemeenschap wanneer dat gebeurt. Dokter Rahm was aan het praten over autisme en ADHD. En daarover was ze ook een octrooi aan het sturen. Dus waarom doen we aan deze vergaderingen? Dat is zodat u een goed plan heeft. Zodat we kijken naar bijvoorbeeld Sarah, Anne, Claire, Christy. Op verschillende manieren waarop zij de data opnemen en delen met hun gemeenschap op sociale media, aan de wereld. Daarom zijn deze vergaderingen belangrijk, want er is geen juist of fout. Bijvoorbeeld vorige week had nurse Christy een voorbeeld gegeven. En er waren nog andere verschillende voorbeelden over hoe mensen de data kunnen opnemen en dan bijvoorbeeld een presentatie kunnen maken. Dus we zijn hier als middel om de ambassadeurs te promoveren en helpen om verschillende ideeën te krijgen, om te praten over octrooien. We hebben het altijd over de kleine groepjes, dus contact opnemen met andere individuen. Er zijn hier bijvoorbeeld 74 mensen. Misschien kunt u zeggen, hey, zullen we eens samen zitten, zodat we wat manieren kunnen bespreken? Misschien werken die voor u, niet voor mij, of omgekeerd. Dus elkaar informatie geven, maar ook elkaar uitdagen. Want als u alleen een leider bent, dan is dat heel eenzaam. Want dan kunt u niet met veel mensen contact hebben die hetzelfde doen als u. Dus wij willen u ondersteunen. Wij geven u middeltjes om die te gebruiken. Dus voor we starten wil ik mijn scherm delen. Hopelijk kunt u dit zien. Nee, dat lukt niet. Ah, toch wel. Wacht even. De ambassadeurs. Ik heb net 2 stories geplaatst over dokter Rahm. Ze is een biowetenschapper, een van de beste ter wereld. De eerste video die ik heb geplaatst was over haar, over hoe zij plantjes heeft gebruikt. En dan heb ik geplaatst hoe ze een octrooi heeft. En dat ze een van de 7% is van de vrouw die enkel 1 of meer dan 1 octrooi heeft geplaatst. Ze heeft ook een recent octrooi. U kunt een bericht sturen naar mij voor meer informatie. Maar ze heeft ruwe zeoliet genomen. Ze heeft het afgebroken. En niemand anders heeft dit eerder gedaan. En dat heeft ze gebruikt om slechte stoffen van het lichaam weg te halen. En dat wordt ook gehecht aan vitamine en mineralen. Dus het kan worden gebruikt voor B-complex, vitamine C, zink, om u te helpen slapen. Dat is indrukwekkend. Zo wordt biohacking gedaan. Hallo iedereen. Ja, u zag het begin, want dat had ik gemist. Bedankt voor het applaus, Sarah. Dus zo heeft zij dat besproken. En er werd uitgelegd over dat plantje en de stoffen. Dr. Rahm is een ambassadeur in de Verenigde Staten. Dr. Rahm heeft... Dr. Fadwa bedoel ik. Dr. Fadwa heeft een goede opleiding achter de rug. En ze zegt ook dat ze geen medische beweringen maakt. Zij kan over dit octrooi praten en de relatie met Clean Slate. Maar ze kan dat enkel zeggen als, of in de farmaceutica. Dat is ook, denk ik, zoals nurse Christy, die heeft een medische opleiding, en dokter Anne, die heeft ook een medische opleiding. Dat is een voorbeeld. Denk ik dat Alfred of Regina of Roland in Duitsland zo een bericht kan plaatsen? Nee, dat denk ik niet. Dus daarover moeten we voorzichtig zijn. We hebben het gehad over lectine en de doordringbaarheid. Dat is een voorbeeld. En dat kunnen we tonen. En u kunt zien welke manieren er bestaan. Ze heeft haar scherm gedeeld, zodat het scherm achter haar is. En dan kunt u dat zien. En dat zorgt voor engagement. Ik denk dat iedereen moet engageren en interageren met de gemeenschap. Want u kunt mij zien en ik kan een beetje grappig zijn, zeg maar. Ik kan wijzen en ik kan zeggen, kijk achter mij. Dit is te gek. Ik hou hiervan. Ik hou van zulke trainingen, opleidingen, informatie. Video's met veel informatie. Dan let ik echt op. En ik wil zien waarover mensen het hebben. Dus mijn suggestie op bijvoorbeeld TikTok of Instagram of zelfs gewoon een webinar filmen op Zoom. Dat is heel simpel. Als u uw software van Zoom bijwerkt, dan kunt u dat delen. Dus deze middeltjes kunt u gebruiken. Oké, ik ga nu zwijgen, want ik was al 10 minuten aan het praten. En ik wil andere mensen laten praten. Nurse Christy, wilt u uw scherm delen? Ik kan eerst gaan. Ik heb een PowerPoint. En een video. Oké. Mag ik mijn scherm delen? Natuurlijk. Oké. Ik heb dit nooit eerder gedaan. Vorige week toch? Of 2 weken geleden? Ik heb geen scherm gedeeld. U heeft veel gepraat daarover. Ja, inderdaad. Als u vragen heeft, Dylan kijkt naar de chat, dus schrijf die in de chat als u uw hand niet wil opsteken. Ik heb de link gezet naar de website van DRC. Ik zal die opnieuw plaatsen. Dus bij bijna elk product staat er een link naar de octrooien die daarmee te maken hebben. Bedankt, Dylan. Nurse Christy, waar bent u? Ik ben hier. Deel uw scherm. Ik ben hier. Dus spreek 5 tot 7 minuten, zodat iedereen aan bod kan komen. En zorg ervoor dat uw hand opgestoken blijft. Ziet u mijn scherm? Nee. Het komt eraan nu. Oké. Ja. Oké. Ik ga de medische disclaimer niet bespreken. We zijn familie hier. We weten het allemaal. Dus ik ga het hebben over de lectine-ontgiftingsmethode, de samenvatting daarvan. Inleiding, wat zijn lectines, achtergrond van deze uitvinding, samenvatting van het lectine-octrooi en de rootproducten. Met 2 lectine. Dus wat zijn lectines? Dat zijn speciale eiwitten die je kunt vinden in plantjes. zoals fruit en groenten. Ze hechten zich aan bepaalde suikers. En ze kunnen ook loslaten en opnieuw hechten. Dat is in veel dingen die we eten, zoals veel groentjes en bonen. Normaal gezien zijn deze dingen gezond, maar soms kan lectines ons lichaam blokkeren om de voedingsstoffen te krijgen die we nodig hebben. Daarom moeten we eten koken. Dus dan zijn er minder lectines en dan zijn ze veiliger om te consumeren. Het is geen lange presentatie, maar het is wel langer dan de gemiddelde aandacht van de mensen. Dus hopelijk is het goed. Maar ik heb geprobeerd om het simpel te houden. Oké. Wetenschappers hebben bestudeerd hoe veilig voedsel met lectines, vooral wanneer ze niet helemaal gaar is. Het is belangrijk om te weten hoe veilig het is, omdat te veel lectine problemen kunnen veroorzaken, zoals moeilijker voedingsstoffen opnemen. Hoe verwijderen we lectines? Dat is een proces op waterbasis om lectines te scheiden en verwijderen uit planten. Het proces verwijdert niet alleen de schadelijke delen, maar het houdt ook de goede voedingsstoffen intact, waardoor ons voedsel zowel veiliger als gezonder wordt. Laten we het hebben over de lectine-ontgiftingsmethode, achtergrond van de uitvinding. Dan wordt het beter om de producten te verstaan. Dit is een slide van Dr. Christina Rahm. Zij heeft dit vorige week gepresenteerd. Ik zal dit even uitleggen. Waar heeft u deze PowerPoints gehaald? Van Roots Universiteit. Heeft u een screenshot, een schermopname genomen? Ik heb een e-mail gekregen van de afdeling wetenschappen. Dus iedereen moet het volgende weten. Dus Nurse Christie heeft de afdeling van wetenschappen gecontacteerd en om deze slides gevraagd. En sorry dat ik u onderbreek, maar iedereen moet iets weten. De manier om informatie te krijgen. Dus sommige mensen nemen gewoon een foto daarvan. Nurse Christie heeft onze wetenschapsafdeling gecontacteerd om de slides te krijgen. Mijn excuses dat ik u heb gestoord. Geen probleem. Dus wat zijn lectines? En ik zal vertellen hoe ik dit allemaal heb gekregen door Patrick. Op de now-site heeft u een gemakkelijk middeltje met ChatGPT. U kunt informatie eruit halen en u kunt informatie simpeler maken. Wat u ook wil. Dus dat is een middeltje dat we allemaal hebben. Ik gebruik dat. Veel mensen begrijpen niet wat dokter Rahm zegt. Wegens haar opleidingsniveau. Dat is heel complex soms. Dus ik zal het hebben over de lectine-ontgiftingsmethode. Wat zijn lectines? Dat zijn proteïnen die zich kunnen binden aan suiker en planten. Bijvoorbeeld in zaadjes, groentjes, blaadjes. Ze vinden zich vast aan het suiker op een bepaalde manier, maar ze kunnen zich ook onthechten en opnieuw hechten. Lectine in eten, in granen, bonen. En normaal gezien is dat goed voor ons, maar als we te veel lectine hebben, dan kunnen ze slecht zijn. Want ze blokkeren het lichaam en het lichaam kan belangrijke voedingsstoffen niet meer opnemen. Lectine kunnen de darmen beschadigen en het lichaam kan de voedingsstoffen dan moeilijker gebruiken. Om dat te vermijden, koken mensen vaak voedsel. met lectine. Veiligheid. Er werd een onderzoek uitgevoerd om de verteerbaarheid van lectines te bepalen. Vooral met betrekking tot de consumptie van grote hoeveelheid van onverwerkte of onvoldoende verhitten bonen, zaden, plantjes. Het is belangrijk om te weten hoeveel of tot welke waarde het veilig is om die te eten. Hoe moeten we lectine verwijderen? Het is een methode op waterbasis om lectine te scheiden van planten, groenten, fruit. De methode kan worden gebruikt voor de extractie en zuivering van eiwitten en biomoleculen uit planten. Dus deze uitvinding kan lectine verwijderen en de slechte dingen verwijderen, terwijl de goede dingen worden behouden. En daardoor kan het lichaam meer voedingsstoffen gebruiken. Dus nu hebben we besproken wat lectines zijn, hoe we die kunnen verwijderen. Dus laten we het hebben over de ontgiftingsmethode. Hoe werkt dat? Ik zal het hebben over de belangrijke stappen in het proces, op een simpele manier. De samenvatting van de uitvinding. Er wordt een speciale gel gemaakt om lectines van andere delen van planten te scheiden. Dit proces omvat het verwarmen en afkoelen van het mengsel op verschillende tijdstippen. Dat maakt lectines gezonder. Dan worden lectines gezonder gemaakt door schadelijke stoffen eruit te halen uit zaadjes en planten. Om dit te doen mengt de methode een paar chemicaliën en een kleine hoeveelheid plantenextract. Lectines worden gewassen. De methode verzamelt vervolgens de lectines en eiwitten en wast ze met schoon water om de onzuiverheden weg te werken. Er wordt gekeken of de lectines de bloedcellen aan elkaar kunnen laten plakken. Dit wordt gedaan met speciale plaatjes. Zo wordt ervoor gezorgd dat lectines veilig zijn. De methode test ook hoe lectines zich aan verschillende suikers hechten. Wetenschappers begrijpen dan de eigenschappen beter van de lectines. Ten slotte, na deze testen worden de lectines opnieuw gewassen, totdat bloedcellen niet meer aan elkaar plakken. De vertering wordt gestimuleerd. Ten slotte creëert de methode een nep maagvocht en mengt dit met de lectines in warm water om te zien hoe ze tijdens de spijsvertering worden afgebroken in het menselijk lichaam. Dit is het abstract. Deze uitvinding is om isolatie, zuivering en karakterisering van lectine toe te passen uit zaden, wortels, schors, bladeren, knollen, planten, fruit, groenten, bonen, olie, noten. Zo kunnen we lectine beter verstaan, de eigenschappen daarvan. De negatieve kenmerken worden verwijderd en de positieve voedingsvoordelen worden beschermd, zoals schimmelwerende eigenschappen en antibacteriële eigenschappen. Er zijn belangrijke fysiologische rollen, zoals insectendodende werking, antibacteriële activiteit en anti-schimmeleffecten, ook anti-HIV, antitumoractiviteit. De onderhavige uitvinding maakt gebruik van een tweestapsoplossing op basis van water en verder gebruik van fractionering voor de ontgifting van lectine, terwijl bescherming wordt geboden tegen de voordelen op het gebied van voeding, antitumoractiviteiten enzovoort. en ook immuniteitsvoordelen. Dit zijn een paar producten waarbij dit octrooi wordt gebruikt. Concluderend, deze methode gaat erover of zorgt ervoor dat de supplementen vol met voedingsstoffen zitten, terwijl de schadelijke lectines worden verwijderd. Het is een essentieel element van onze voeding. Bijvoorbeeld Relive Greens, Crush, Restore, dat zijn een paar voorbeelden waarbij dit octrooi wordt gebruikt. Sommige delen van het proces werden gebruikt voor elk ROOT-product. En dat is het. Geweldig, bedankt. Graag gedaan. Ik weet niet hoe ik mijn presentatie moet beëindigen. Ik zal overnemen. Bedankt. Dus ik heb dit simpeler gemaakt, zodat mensen die voorbeelden kunnen gebruiken en dat kunnen toepassen op hun eigen situaties. Bijvoorbeeld bij Restore. Dus hopelijk helpt dit, zodat mensen octrooi beter verstaan. En zodat ze beter daarover kunnen praten, afhankelijk van hun doelen. Oké, Sarah, u bent de volgende. Hoe gaat het? Goedemorgen. Ik ben in Duitsland. Of ja, een goede namiddag. Het gaat goed met mij. Kan ik mijn scherm delen? Natuurlijk. Ik zal het testen. Ik heb een paar slides voorbereid. Kunt u mijn scherm zien? Oké, goed. Dus dit gaat niet alleen over de lectines, maar gewoon over ideeën. Want het gaat ook over de vorige vergaderingen. Dus disclaimer, ik ben geen grafisch ontwerper. Het gaat gewoon over ideeën. Inderdaad. Ja, over het feit dat u ideeën deelt. Dus ik wilde graag wat foto's plaatsen. Met mooie ingrediënten. Bijvoorbeeld citroenen, natuur, biotechnologie. Die vormen samen dit product. Geweldig. En misschien een grafiek. Dus het hoofdidee is om foto's te gebruiken. Of video's of infographics, zoals op YouTube. Wat is de Engelse benaming? Zoals mannetjes, weet u? Vrolijke dingen, processen, tonen met beelden. Dat heb ik gedaan hiermee, met dit idee. Dingen samenzetten. Natuurlijk kan het soms niet mooi zijn, naar mijn mening. Maar dat is eigenlijk het idee dat ik wilde delen. Over het lectine-octrooi, dat ik heb iets voor u. Dus er is een Engels boek, The Plant Paradox, The Hidden Dangers in Healthy Foods. En in Duitsland is het, of in het Duits is het böses Gemüse, dus slechte groenten, kwaadaardige groenten. Dus het gaat erom, als u wil genieten van de voordelen van lectine, maar zonder de nadelen, dan moet u deze producten gebruiken waarbij de lectine of het lectine-octrooi wordt gebruikt. En ik heb hier ook de voordelen geplaatst. Dus dat is het. Geweldig. Kunt u mij een manier zeggen waarop u communiceert met uw gemeenschap. Dus praat u met uw gemeenschap of plaatst u dingen? Ik ben nieuw, dus ik heb nog geen gemeenschap. Dus u bent nieuw en u heeft al deze dingen gedaan. Maar u heeft vrienden, u heeft familie, u heeft buren, dus denk niet te klein. Dus u bent nieuw en u heeft dit allemaal samengesteld. Ik ben echt onder de indruk. Bedankt. Dr. Anne, u bent de volgende. Ik heb geen presentatie gemaakt, want ik wil het simpel doen. Hoe kunnen mensen praten over octrooien? Iedereen krijgt de volgende vraag. De producten zijn zo duur. Kan ik die niet vervangen door X, Y, Z, omdat ze goedkoper zijn? We hebben octrooien op ons product en dat feitje is heel belangrijk. Dus dat zeg ik. Ik kan uitleggen waarom ik wil werken met de ROOT-producten en met hun producten. Dat is wegens de kwaliteit. Alles wat wij doen is om ervoor te zorgen dat de producten zo schoon mogelijk zijn. Alle ingrediënten worden gezuiverd. En de ingrediënten zijn al van zuivere bronnen. Als we het hebben over de lectines, dan is het een feit dat het slecht kan zijn voor onze darmen. Dat we daardoor voedingsstoffen minder opnemen. Maar wij praten erover en wij hebben een octrooi waardoor de slechte dingen worden weggehaald en de goede kwaliteiten worden bijgehouden. Dus ja, de prijs is anders. Maar het gaat niet om de prijs, het gaat om de kwaliteit. In deze formuleringen, ja, het is het beste van de markt. Want het is de redenering daarachter om de slechte dingen te verwijderen en de goede dingen te versterken. Dus u krijgt wat het beste werkt voor uw lichaam. En zo praat ik eigenlijk met mijn patiënten. Ik weet dat nurse Christy en Sarah en dokter Anne en dokter Fadwa, u heeft 4 verschillende methodes gepresenteerd. 4 helemaal andere individuen. Er is een nieuwe persoon, er is een dokter. Er zijn verschillende scenario's over hoe zij dit octrooi delen. Er is geen goed of fout. Ik hou van alle methodes. Het hangt af van uw doelpubliek. Dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld Anne heeft heel kort en krachtig gepraat. Nurse Christie heeft heel uitgebreid gepraat met de slides en met de foto's. Dus alle informatie wordt gegeven. En Sarah, dat was helemaal onverwacht. Dat was met foto's van werken in een laboratorium om te werken aan Clean Slate. Dus er zijn verschillende methodes om dingen te delen met uw gemeenschap. Zelfs als u geen gemeenschap heeft, zelfs wanneer u 5 volgers heeft op Facebook, Instagram, start daar. Denk niet dat u klein bent. Want iemand kijkt en is geëngageerd. En dan komt ineens het moment dat iemand zegt: oh, wat is dit product? Of wat zegt u? Ik wil er meer over weten. Claire, hoe gaat het? Goed om u te zien. U moet uw microfoon aanzetten. Goed, het gaat goed. Ik heb een presentatie. Ik weet niet welke ik goed kan zien, dus ik heb 3 presentaties. Maar ik ben nog altijd bezig met mijn oogbehandeling. Dus mijn ogen zijn nog niet 100% goed. Ik denk dat ik een bericht heb gestuurd met ik heb geen idee. Maar hoe moet ik dit delen? Onderaan, er staat delen. Oké. Ik moet lezen. Oké. Wat ben ik aan het delen? U kunt uw hoofdscherm delen en waar u naar kijkt, daar kunnen wij ook naar kijken. Misschien zullen we... Daarom heb ik geen PowerPoint gemaakt. Oké, kunt u mijn scherm zien? Ja. Lectineontgifting. Ik gebruik geen PowerPoint. Ik gebruik eigenlijk iets anders dat is gratis en beter. Dus dit is mijn titel. Van onder staat er hier een ding. Kan ik dit wegwerken? Wij zien dat niet. Oké, dus dit is de titel. Dus ik zal hierop klikken. Hier hebben we de medische disclaimer. Iedereen kan dit lezen. Wanneer ik een presentatie hou, dan wordt dit inbegrepen. Dus wat zijn octrooien? Dus dit is een snel overzichtje over wat octrooien zijn. Dus vorige week werden meerdere presentaties gehouden over octrooien. Octrooien beschermen het intellectueel eigendom van bedrijven om hun winstgevendheid te bevorderen. Maar ook de innovatiekracht wordt getoond. Het gaat om ontwerpen, over planten, auto's. Veel octrooien zijn nutsoctrooien. Dus voor nuttige dingen. Ontgiftende lectines. Dit is de informatie die ik nu heb. Alle informatie die ik heb gekregen kwam van de slide van Roots Universiteit. Van NIH. En ik heb geprobeerd om bronnen te gebruiken die betrouwbaar zijn. En waarvan ik weet dat ze accurate informatie hebben. In de afgelopen jaren heeft het onderwerp lectines in een stroomversnelling geraakt. En lectines is een soort eiwit dat in veel voedingsmiddelen komt. Maar er zijn ook uitdagingen. Dr. Christina Rahm zoekt mogelijkheden om lectines te ontgiften. Deze presentatie zal de betekenis van het ontgiften van lectines uitleggen, samen met de innovatie. Dus wat zijn lectines? Dat zijn koolhydraatbindende eiwitten die in een verscheidenheid aan voedingsmiddelen voorkomen. Vooral plantaardige voedingsmiddelen. Ze kunnen een rol spelen in de afweermechanismen van planten. En planten beschermen zichzelf, zodat ze niet worden vermoord. En zodat ze geen rare geurtjes hebben. Dus daar speelt lectine een rol, zodat mensen de plantjes niet eten. Maar er kunnen problemen ontstaan. Sommige mensen hebben problemen met vertering, omdat ze dingen eten met lectines. Of ze kunnen ook ontstekingen krijgen en andere problemen. Veel voorkomende bronnen van lectines zijn bijvoorbeeld bonen, vooral als ze niet gaar zijn. Ik had een onderzoek gelezen dat iemand bruine bonen had gegeten zonder die te koken en die was 2 dagen ziek, waarschijnlijk daardoor. Sojabonen, pinda's. linzen, kikkererwten. Als u die kookt, dan lijkt het dat uw lectine dan vermindert. En ze kunnen ook voorkomen in paprika's, aardappelen. Hoe kunnen lectines zich hechten? Dit is wetenschappelijk. Dat is denk ik het enige wetenschappelijk moeilijke deel. Glycabindende eiwitten zijn eiwitten die specifiek aan bepaalde suikermoleculen binden. Dus dit is een suikermolecuul. En dat beschrijft wat er gebeurt nadat een eiwit of vet zich bindt met een suikermolecuul. De meeste belangstelling gaat uit naar de potentiële problemen met lectines, bijvoorbeeld in de spijsvertering. Maar er is meer onderzoek, of er wordt aanleiding gegeven tot onderzoek over de nadelige effecten en hoe die kunnen minimaliseren. Het gesprek gaat vaak over de negatieve implicaties. Maar ontgiften van lectines heeft nieuwe mogelijkheden geopend. Ontgiftende lectines verwijzen naar de benaderingen die de potentieel schadelijke effecten van lectines kunnen neutraliseren of verminderen. Ontgiftende lectines verwijst naar de benadering om potentieel schadelijke effecten van lectines te kunnen neutraliseren zonder nuttige voedingsstoffen uit voedselbronnen te verwijderen. Innovatieve technieken kunnen betrekking hebben op koken. Hoge temperatuur kan vaak soorten lectines deactiveren, waardoor het gemakkelijk is om te verteren. Fermentatie. Bijvoorbeeld sojabonen. Want dat is gezonder dan gewoon gekookte soja. Kieming. Ontkiemde zaden kunnen lectinegehalte verlagen. De rol van de octrooi van lectine. Er zijn doorbraken in het ontgiften van lectines door het begrip hiervan. Dr. Christina Rahm heeft een patent op het ontwikkelen van nieuwe methoden. En dit is een foto. Ze ziet er heel gelukkig uit. Het octrooi kan betrekking hebben op nieuwe kooktechnieken. Om de nadelige effecten van lectines te verzachten en de biologische beschikbaarheid te vergroten. Dit kan met name gunstig zijn voor mensen met specifieke gezondheidsproblemen of dieetbeperkingen, waardoor traditionele lectinebevattende voedingsmiddelen moeilijk verteerbaar zijn. Dr. Christina Rahm loopt voorop in onderzoek over lectine. Haar werk benadrukt het belang van het niet volledig belasteren van lectines, maar het zien van potentiële risico's en voordelen. Het is mogelijk om van voedsel te genieten met lectine, terwijl u strategieën gebruikt om de negatieve effecten te minimaliseren. Dus er wordt begrepen dat elk lichaam anders is. Door opvoeding kunnen individuen weloverwogen keuzes maken over lectine-rijke voedingsmiddelen. De details over de octrooien. Het is een baanbrekende methode voor de extractie en verbetering van lectines. Cruciale biomoleculen die bekend staan om hun diverse biologische activiteiten. Normaal gezien plaats ik ook voetnoten, maar u kunt dat niet zien. Door het gebruik van magnetische tweestapsoplossingen op basis van water, gecombineerd met fractioneringstechnieken. Zoals dokter Christina Rahm het doet. De innovatieve aanpak vergemakkelijkt isolatie, zuivering en karakterisering van lectines. Afgeleid van verschillende bronnen zoals zaden, bonen, noten en oliën. Maar het richt zich ook op de taak om de negatieve eigenschappen te ontgiften. Door de potentiële schadelijke effecten aan te pakken, beschermt de methode de voedingsvoordelen, zoals schimmelwerende, antivirale en antibacteriële eigenschappen. Terwijl ze tegelijkertijd hun gunstige rol versterken, waaronder insecticidewerking, pijnstillende effecten, anti-HPV en antitumor-eigenschappen. Ik zal het niet over kanker hebben. Dit proces waarborgt niet alleen de inherente positieve eigenschappen, maar zorgt ervoor dat gezondheidsbevorderende eigenschappen behouden worden. Dit is een slide die ik heb gekregen van de Roots Universiteit. En het is de lectine-ontgiftingsmethode, de achtergrond van de uitvinding. Dat heb ik toegevoegd om te tonen. Conclusie. We blijven voeding en gezondheid onderzoeken. Dit is informatie en het is verre van zwart en wit. Technologie kan een oplossing bieden in de weg naar effectieve ontgiftende lectines. Het is een octrooi gericht op het ontgiften. En we zien de toewijding aan innovatie. Het optimaliseren van onze gezondheid terwijl we leren van experts zoals Dr. Christina Rahm kan inzichten opleveren over hoe we voedingsmiddelen doordacht in onze voeding kunnen integreren, waardoor we een goed balans hebben. Ik heb ook een vraag- en antwoord slide geplaatst over octrooien. Ik heb artificiële intelligentie gebruikt. Dus u kunt heel veel vragen steken en antwoorden geven. Dat zal ik niet bespreken. Maar bedankt dat u naar de presentatie heeft gekeken. Oh, ik wil nog iets laten zien. Dit heb ik in PDF als iemand het wil. Dus dat kan ik delen. Dat is geweldig. Heel erg bedankt, Claire. Dat is echt heel goed. Ik ben onder de indruk van iedereen. Bedankt dat u dit wilt delen, zodat mensen dit ook kunnen gebruiken voor hun publiek. Dat is echt heel mooi. Dus heel erg bedankt iedereen dat u dit deelt en dat u de tijd daarvoor heeft uitgetrokken. U heeft er heel hard aan gewerkt. En nurse Christy, die hebben medische achtergronden. En die kunnen ook zeggen dat er heel veel informatie zit. En om dat te brengen naar de essentie, dan kunt u eigenlijk 75 presentaties creëren op basis van een paragraaf of een alinea. Dus ik wil even benadrukken dat er geen goed of fout is om te praten hierover. Natuurlijk zijn er regels in bepaalde landen, dus wij moeten daarop letten. Maar dat gezegd zijnde, en ik zeg niet dat de ene presentatie slechter was. Bijvoorbeeld dat van Anne was heel kort en krachtig. Kort en krachtig. Heeft u vragen? Oh, ik wil dan graag een vergadering met u. Ook bij nurse Christy en Sarah ging het te veel over de wetenschap. Waar is Sarah trouwens? Bent u hier? Ik zie u. Zet uw microfoon aan. Ik moest iets gaan halen. Oh, hopelijk heeft u dit echt gevangen. Hoe lang bent u een klant bij Root? Sinds mei. Dat is heel indrukwekkend. Heel goed gedaan. Dat gezegd zijnde, ik wil dat u weet dat u geen expert hoeft te zijn. U hoeft geen medische opleiding hebben genoten om hierover te praten. Ik ben geen medisch expert. Dylan ook niet. Maar wij praten met individuen en wij leren, wij begrijpen om te praten hierover wanneer we op evenementen zijn en praten over producten. Er is één product en dan refereer ik aan Dylan, want dat is Crush. Want Dylan weet alles over Crush. Want hij is ook een persoonlijke trainer. Maar waarom vroeg ik aan Sarah hoe lang ze cliënt is? Dat is om duidelijk te maken dat u geen expert hoeft te zijn. U hoeft niet geen cliënt te zijn voor 3 jaar. U moet gewoon een gesprek starten en praten over wat het bedrijf heeft gedaan om dit te doen met de producten, om u te helpen, om dit te delen met de wereld. Ja, Patrick, we hoeven geen experts te zijn, want dokter Rahm is al een expert. Zij heeft het werk al gedaan. Dus neem onze video's en u kunt die delen. Dat is goed. Dat is zodat u die kunt gebruiken. Want niemand is zo slim als haar. Dus ik gebruik haar informatie. Dus ik zeg, ik improviseer niet zomaar. Ik gebruik haar informatie. Jij gebruikt de video's. Er zijn dingen... Of er is een functie op Instagram waarbij u bepaalde video's kunt delen. U kunt tussen de video's praten. Dus u kunt eigenlijk uw eigen beeld in de video plaatsen en zo delen met uzelf. U kunt coole dingen doen. U kunt bijvoorbeeld zeggen, kijk, dit is Dr. Rahm en ze praat hierover. En dan laat u de video zien en dan komt u terug en dan zegt u, stuur mij een berichtje als u meer informatie wil of ga op de website. Of dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, oh Claire, kunt u mij de pdf sturen? Ik wil dit naar iemand anders sturen. Nurse Christy, u heeft een vraag. En ook. We hebben een timer hier, die is te laat gekomen, maar hij gaat dan zeggen dat het tijd is. Dus dit is heel complex. Elk octrooi is heel complex. Ze zijn zo geweldig, daarom. Op uw sociale media heeft u 3 tot 5 seconden om de aandacht te grijpen. Ik zou zoiets zeggen. Zijn uw groentjes gewassen voor verpakt te worden? Zo eenvoudig is het. Of is uw koffie gezuiverd voor verpakt te worden? Of waar wordt uw zwarte zaadolie gezuiverd? Hoe worden onzuiverheden daarvan verwijderd? Dus dat is heel simpel. En dan kunt u het octrooi gebruiken om te ondersteunen wat u zegt. Want dat doet het octrooi. De onzuiverheden worden weggewerkt, die slecht zijn voor ons. Daarom heb ik het octrooi simpeler gemaakt en voorgekoud. Dus u hoeft geen volledige presentatie te doen over alle stappen van het proces. En u kunt die nog altijd gebruiken. Geweldig advies, dokter Anne. Ik zal even kort zijn. U hoeft niet te theoretisch zijn en in detail te treden, want we hebben de octrooien. En andere bedrijven hebben dat niet. Dat is het enige wat mensen moeten weten. Want ze hoeven niet te weten hoe het proces van ibuprofen werkt. Ze weten gewoon dat het werkt. Ze hebben bewijs nodig. En een octrooi is bewijs. Als ik een product heb van een bedrijf en er wordt heel wetenschappelijk uitgelegd hoe het proces is, ja, sorry, maar ik wil gewoon weten of het werkt of niet. Als het werkt en als er bewijs is, oké, dan kan ik het proberen. Dus ga niet te diep in op de wetenschap. Het is belangrijk om te zeggen dat iemand al in detail is getreden, namelijk Dr. Christina Rahm. En we zeggen, oké, het is gedaan en we hebben het. Bedankt. Ja. Als u een fout maakt, als u het antwoord niet weet, dan kunt u zeggen, oh, dat is een goede vraag. Ik heb dit nog nooit gehoord. En ik zal die informatie navragen en dan zal ik u contacteren. Kunt u mij uw gegevens geven? Of bijvoorbeeld, kijk, wanneer iemand iets vraagt, dan moet je altijd een antwoord hebben. Ook al weet u het antwoord niet, dan kunt u zeggen, ik zal dit navragen. Of, ik versta uw vraag, maar heeft u ooit op deze manier nagedacht? Dus het mag geen verkoopspraatje worden. U moet beantwoorden wat zij vragen. U geeft feedback aan hun vraag. Dat is de kunst van verkopen. Als u de gegevens krijgt van die persoon, dan kunt u zeggen, oh, er is een geweldige video van Dr. Rahm waarbij ze dit uitlegt. En dan kunt u dat meteen sturen. Dat zijn heel goede methodes. Ik ga praten met Dr. Rahm. We zullen een wedstrijd doen over tokens en de portemonnee. Of nee, we zullen tokens en portemonnee doen. En degene die vandaag hebben gepresenteerd, u heeft het echt uitstekend gedaan. Ah, Claire, ik zie uw hand nu. Ja, een opmerking. Eén persoon wilde de PDF. Als iemand anders dit wil, kan ik de link zetten. Dan kunt u dat downloaden. Dus ik kan de link in de chat zetten. Ja, doe het. Doe het nu, voor we stoppen. Patrick, heeft u al verteld over de komende evenementen? Nog niet. We hadden het meteen over werk. De ambassadeurs die in deze gebieden zijn, er zijn evenementen en het is heel leuk om te komen. Of als mensen die geïnteresseerd zijn om cliënten te worden of ambassadeurs, dan kunt u dat zeggen. Kijk, dit zijn de evenementen. Dan kunt u leren van Dr. Rahm zelf. Voor de Verenigde Staten, dit wil ik even zeggen. Want veel mensen in de Verenigde Staten zeggen dat we weinig evenementen houden. Maar Dallas, Texas, dat is op 9 oktober, klopt dat, Patrick? Ja, dus er is een evenement op 5 oktober. En dan 8 of 9. Dat is een evenement over ROOT in Dallas. Dus als u in Texas bent of in dat gebied, dan is dat echt geweldig. We hebben Schweinfurt. Hopelijk zeg ik dat correct. Ik denk dat Birgit dat zo had uitgesproken. Wanneer is dat? 21 en 22. Dan Kosovo. We gaan naar Dubai. Veel zijn niet in Dubai, maar we gaan naar Kosovo. Dus veel mensen uit Macedonië, Noord-Macedonië, Slovenië. Hoe kan ik dat vergeten? Dat zijn de omringende landen. En als u naar deze evenementen gaat en u wil het benadrukken, dan kunt u gaan op sociale media en u kunt bepaalde posts plaatsen. En dan kunt u zeggen, kijk, Dr. Rahm komt als u een vraag heeft. Ga naar dit evenement. Hier kunt u een ticketje vinden. Dit is de link. En dan kunt u die berichten boosten op Instagram, op Facebook. U kunt een evenement maken. En als er mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn, of sorry, als ze wel geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met ons. En wij gaan ook herinneringen sturen, een maand op voorhand of 2 maanden op voorhand, zodat mensen ook kunnen reizen. Dus nu heb ik ervoor gezorgd dat we laat eindigen. Foei. Goed. Ik moet echt hiervan lachen. Ik hoop dat u een fantastische start van de week heeft gehad. En dit is gewoon informatie. Dit is opvoeding. Hoe u dit kunt verspreiden. Maar stuur een bericht aan iemand van deze vergadering en praat over deze vergadering. Hoe vond u deze vergadering? Heeft u de presentatie van Claire gedownload? Oh, ik vond deze slide heel goed. Wat zult u hiervan gebruiken? Wilt u eens samen zitten? En misschien kunnen we samenwerken voor een webinar. Dit zijn manieren die u kunt gebruiken om uzelf te promoveren, samen met de producten. Bedankt dat u hier bent en een geweldige maandag. En wij zien u in deze weekdag.